Kiss and Ride gaat op dit moment de laatste ronde in. En gaat straks de ijsbaanbocht in met Dennis Minnema. En Dennis die gaat op dit moment het tempo verhogen met zijn Kiss and Ride. Kiss and Ride voor Levi Europoort. Buitenkant Heine Attack, die moet mee in de versnelling. En daarachter zien we Megan Flevo. En die moet het moment gaan timen dat hij misschien wel het derde spoor in gaat. Om Kiss and Ride niet te veel weg te laten lopen. Het zijn nog wel stalgenoten, maar de stalgenoten gaan allebei voor hun eigen kansen. En op dit moment gaat Dennis Minnema vluchten. Dennis Minnema vlucht. En Beton Kooijman gaat binnendoor met zijn paard nummer 4, Megan Flevo. Maar Kiss and Ride die heeft een klein gaatje geslagen voor Levi Europoort. Binnenkant gaat nog steeds naar voren. Megan Flevo voor Heine Attack. En Driedik probeert om te gaan. Gently Boko. En ook binnendoor gaat Johnny Westerwink met zijn Handsome Guy. Maar Dennis Minnema en Kiss and Ride hebben op dit moment al 2, 3, 4 lengtes voorsprong. En Megan Flevo moet wel een hele knappe zijn. Wil die Kiss and Ride nog achterhalen op dat kleine korte stukje van Joude. Kiss and Ride gaat het proberen. Buitenkant zien we Megan Flevo met één laatste poging. Maar Dennis Minnema die heeft alles onder controle met paard nummer 3. Alle tijd om te zwaaien naar het publiek. Hij wint met Kiss and Ride voor stalgenoot de 4. Megan Flevo en erachter de 1 Levi Europoort. En dat is voorlopig 3-4-1. Ja, wat een verrassing. Hij zet de grote favoriet op 30 meter, deze Kiss and Ride, voor dezelfde eigenaar. Dennis Minnema met een prachtige rit. En we gaan eens even kijken of dat ook inmiddels officieel is voor deze 6-jarige bruinerijn Muscle Mass uit Zioleta D. Gevolgd door de Himia BV in het bezit van de gele Canaries Noord. Bas Krebas de trainer, Dennis Minnema de winnende piekeur. Het antwoord is ja, wij hebben groen licht voor de winnaars van koers 7. Deden dat op een hele indrukwekkende manier. En de sponsoren zijn er als eerste bij om de prachtige prijzen te overhandigen. Maar ja, daarvoor moeten ze zich natuurlijk wel even een baan wringen langs alle Canaries die hier vandaag weer genieten van de dadendrang van hun paarden. En Dennis poseert even voor de foto, voor de fotografen. Ja, Dennis, de wedders hadden dit anders ingeschat. Nou ja, de start is altijd bepalend, dat zien we wel. Ja, dat blijkt. Maar goed, Tom is er heel ver achter. Maar ja, hij gaat natuurlijk ook niet oprijden om jou stuk te maken. Nou ja, hij had hem niet stuk gemaakt, dan had ik van achter hem gaan zitten. Dat was geen probleem geweest, maar hij had een mooie rug. En Caroline die liep iets naar buiten de laatste keer aan de overkant. Toen moest ik gaan. Want Rick Wester die zou vrijkomen, dus ik ga vol gas. Ja, dan mist Tom net de slag, die is dan 50 meter achter mij. En, ja, ik win het echt heel gemakkelijk en Tom die is makkelijk 2 volgens mij. Je hebt wel een aardige klik met dit paard. Ja, het is een fantastisch paard om mee te rijden. En, hij loopt graag voor me. Ik heb volgens mij 4 keer met hem gereden, 3 keer gewonnen nu. En een keer 2, dus dat is een goed percentage. Maar hij gaat zijn trainer veranderen, hij gaat naar een andere stal toe. Waar gaat hij heen? Giel Wildhagen, die gaat hier lekker mee in de ronde. Dus. Maar wel voor de Canaries. Hoe is dat idee zo ontstaan dan? Hij blijft gewoon voor de Canaries, maar Giel had geen Canarie nu. En wij moeten een beetje ruimte maken voor die jonge paarden. En dit is een paard in het bloed voor hem en hij is nu nog goed. Dus we zeggen tegen Giel van de winter door nog een beetje koersen en kijken of hij volgend jaar nog wat mee kan. Mooi. Ishiro Kina, Newton Renka, zit daar nog een winnaar tussen? Als Ishiro de kop hebt, dan zien ze die niet meer terug. Newton... Ja, leek de laatste keer in de derby wat minder zin te hebben als die keer daarvoor. Dus dat is een slag om de arm. Maar als die goed weg is, zo'n baantje dat tempo laag is, dan moet het zeker mogelijk zijn. Dankjewel Dennis voor altijd goede informatie. We gaan jou laten genieten van deze geweldige ereronde in de 7e van vandaag. Mooie winnaar. Favoriet verslagen. Fair and square. Maar een mooi succes voor de Canaries die 1 en 2 worden in deze koers. Geef ze een applaus. Kiss and Ride. Dennis. 1, 2 en 3. Sorry jongens. 1, 2 en 3 zeg. Waanzinnig. Geef ze een applaus. Een triootje voor de Canaries. Ja.